Welkom weer aan deze nieuwe weekvlog. Mijn naam is Luan Benninga en super leuk dat je kijkt, want ik ga nu naar de stad. Ik heb net weer wat leuks gedaan met moeder. Als je dat wilt zien, kijk dan zeker even op het hoofdkanaal. Maar nu ga ik naar de stad om een boek uit te kiezen, want ik heb namelijk een spreekbeurt. En dan moet ik natuurlijk kijken voor welk boek ik ga. Ik ga even kijken bij de Biep van Ons in het Dorp. En even kijken bij de Bruna. Maar als eerst ga ik dan even kijken bij de Biep. Dus ik ben benieuwd of ik een leuk boek kan vinden voor een boekbespreking. Helaas hadden ze het boek niet bij de Biep, omdat hij gloednieuw was. Dus daarom ga ik nu even kijken bij de Bruna. Dan kan ik hem daar tenminste kopen. Dit is het boek die het wordt. Jongens, het wordt nu herfst. Het wordt nu dan ook wat donkerder. En ja, met de herfst en de winter is het altijd wat langer donker in de ochtend. En in de avond. Dus heb ik bij de Hema even van deze lampjes gekocht. Zodat het wel gewoon veilig is in het donker tijdens het fietsen. En het is natuurlijk kinderboekenweek. Dus ik kreeg bij de Bruna even kijken hoor. Kreeg ik bij de Bruna, ik had heel even boek eruit waar ik wel van moest vertellen. Maar dit tasje kreeg ik gratis erbij. Echt super veel. Omdat het kinderboekenweek was. En er zitten allemaal dingetjes in. Even kijken wat het is. Kijk allemaal veel. Nou, ik heb dit. Ik weet niet wat dit is. Is het verf of zo? Ja, het is verf. Nou, er zit dus ook dit bij. Ik weet niet wat het is. En kijk, dit zit er dus in. Dit ga ik even allemaal ontdekken. Ik weet niet wat dit is. Maar dit is een strip. Een magazine. Ook leuk. Reclame magazine. Dit is ook een verhaalsmagazine. Dit is een boekenlegger van Glow Movies. Een potlood met gummer aan. Dit is een pen van de ING. Dit is ook een boekenlegger. Dit is zo. Dit is een reclame magazine. Stickers van Heintje. Nou joh. Dit is kaarten. Dit is zo'n notitieboekje. Oh, dit is een boekenlegger. Bookmark clip is dit. Dit is nog een boekenlegger. Dit is ook een boekenlegger. En dit is 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 een... Oh, dat is een reclamebriefje. Dit zijn kaartjes. Nog meer kaartjes, allemaal kaartjes. Dit is een tattoo van Nijntje. Nou, die is leuk voor Luusjes. Een stickervel. Zo, het is kinderboekenweek en je krijgt een gratis tas met allemaal dingetjes. Daarvoor kwam ik niet bij de Bruna. Ik kwam eigenlijk voor de Bruna om dus een boek te kopen. Maar daar hadden ze helaas het niet. Het boek, omdat hij zo nieuw was, moest hij nog bezorgd worden. En hij was al door 10 mensen gereserveerd. Dus ik kon hem volgens mij pas reserveren rond eind december. Nou, dan is alle boekbesprekingen al lang voorbij. Dus heb ik hem maar gekocht in de Bruna. En dit is het boek. Dit is Meester Jesper en het TikTok Battle. Het gestolen wachtwoord. Nou, superleuk. Dit is de achterkant. En hier wil ik dus, ja, mijn boekbespreking over doen. Toen ook bij de Top 1 Toys. Want jongens, kijk, ik heb dus zo'n fluitje aan mijn fietssleutel zitten. En Luusjes die pakt dan altijd mijn fietssleutel, omdat hij dat fluitje helemaal geweldig vindt. Nou, ik heb een cadeautje voor Luusjes. Er zit een fluitje in. Eigenlijk was het een scheidsrechtfluitje, want er zit ook een rode kaart en een gele kaart bij. Maar ja, dan heeft hij het hier gewoon erbij. Nou, Luusjes komt zelf even kijken. Hallo, Vintje. Ik heb een cadeautje voor jou. Wil je hem openmaken? Scherm maar open. Ja. Ga ik maar open. Ja, ja, openschuren. Goed zo. En aan de andere kant, hier ook even opschuren. Hier. Oh, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat, Luusjes? Is dat een fluitje? Kijk,
kijk jongens, dit is het. En het leukste van allemaal vindt hij dat fluitje. Nou, moet ik dat fluitje even eruit halen? Zo, nou haal ik hem even eruit. Er zit ook dit erbij. Kijk, doe ik even een fluitje. Moet het touwtje er ook eraan? Zo, dit is het touwtje. Kijk. Hoppa! Doe maar om. Zo. Kijk eens. En Lucius, wil je ook deze? Kijk, dat is een rode kaart en een gele kaart. Eigenlijk is dat voor voetbal. Maar ja, jij vindt fluitje het leukst. Kijk eens. Krijg je het erbij. Oh, hij zit weer te fluiten. Kijk eens. Kusje. Mwah. Nou, laat maar eens aan mama zien. Laat maar aan mama zien. Wat heb je gedaan? Mama. Oh, heeft hij... Hij houdt natuurlijk van voetbal. Dus ja, en hij wou ook het fluitje. En de scheidsrechter. En heeft hij dit gekregen. Dat is mooi. Oh, dat is leuk. Dan loop je de hele tijd zo rond. Ja. En daar ben ik weer. Het is vandaag dinsdag. Ik ga even huiswerk maken. En ik ga ook even lezen voor mijn boekbespreking, want die heb ik ook. Kijk, hier heb ik mijn map met mijn naam erop. Prachtig. En ook mijn agenda. Dit was voor redactie. Hier, dit was voor woordenschat. Oh, ik moet ook redactie maken. Maar dat doe ik niet helemaal in één keer. CITO-toets, begrijp het lezen. Dat is ook huiswerk, maar dat hoeft niet. Ik heb namelijk drie soorten vakken wat ik krijg voor huiswerk. Als eerste heb ik rekenen en dat zijn redactiesommen. Ten tweede heb ik CITO, begrijp het lezen. En ten derde heb ik spelling. En dat gaat over grammatica en woorden. Dus dat. Maar ik ga even als eerst die spelling afmaken. Want die moest ik als eerst maken. Want dat moet ik ook als eerst inleveren. Even een timelapse. Goedemorgen, het is vandaag. Ja, jullie denken vrijdag, maar het is alweer zaterdag. Omdat ik vrijdag was vergeten om te weekvloggen. Maar ik had gisteren ook heel druk, want ik had zangles. En dat was al meteen na school. Ik moest toen ook nog huiswerk maken en dan ook nog koor. Dus ik kwam er helaas niet aan toe, maar... Vandaag wel. Maar ja, jullie zien het al. Het is donker buiten. Ja, jullie zien de verspiegeling van mijn kamer. Omdat het daar lichter is dan buiten. Maar het is ook 7:15. En ik ben al helemaal aangekleed. En wel, want wij gaan naar het Hof van Saxen om een nieuwe
glijbaan te openen. En dan ga ik die testen met mijn moeder. Ik ben super benieuwd. Ik weet nog niet wat voor glijbaan het is. Maar ja, hij schijnt wel wat iets minder eng te zijn dan de... hoe heet die ook weer? De horror of tunnel in Zwitserland. Bij Splash en Spa. Weten jullie dat nog? Daar gaan wij dus zo naartoe. We gaan eerst even ontbijten en alles. Doe even alle lampen uit. En dan gaan wij daar naartoe. Voor ons is het een uurtje rijden, dus het valt mee. Kijk, Luxe is ook weer wakker. Hallo, goedemorgen. Is mama is? Mama? Nee, ik heb hem niet gezien. Oké, denk je. Heb jij een mooie ballon? Ho, ho, ho. Ho. Pakken, pakken, pakken. Ja. Zo schattig. Boink. Goedemorgen. Het filmen. Goeie ja, voor een weekvlog. Goedemorgen. Nou, maar ik zeg tot morgen. Hallo, hallo allemaal. Ik heb mijn koptelefoon af. Maar het is dus nog steeds zaterdag. Ik ga even vertellen hoe het was. Het was zo cool. En het is dus de nieuwe glijbaan. En hij heet Subito. En ja, dat is dus een nieuwe glijbaan van het Hof van Saxen. Dus ja, ik zou er zeker een keer naartoe gaan naar het zwembad. Want er is dus een nieuwe glijbaan. Die heet Subito. En die was super cool. En als je de vlog daarvan wilt zien, moet je ook zeker even kijken op het hoofdkanaal. Maar ja, eigenlijk was het super cool. Want er waren allemaal lichtjes. En het was eigenlijk alsof je in de ruimte was. Want dan ging je ook helemaal zo naar beneden. En dan zag je allemaal van die leds. Alsof je door zo'n tijdreiziging ging. Helemaal naar de ruimte toe. En dan kwam je ook in zo'n melkweg. In zo'n spiraal was dat. Dan zag je echt duizenden sterretjes. Dat was echt super mooi. En dan zou ik ook zeker even de vlog bekijken. Maar voor nu zeg ik tot morgen. Hoi hoi allemaal. Het is weer vandaag zondag. En ja, ik had dus zo'n vulcano dingetje. Dus ja, ik ga even kijken hoe dit werkt en alles. Ik bak even alle dingen eruit. Er zit ook een heel boekje bij. Oh, oh, oh. Zoals een kwastje. Wat heeft dat met een vulkaan te maken? Maar ja, dat gaan we zo zien. Oh, kijk dit. Dit voelt ook wel echt heel fijn. In dit ook. Maar eerst even kijken waar we mee beginnen. Oh, dat is Luxe op de achtergrond. Ik moet dus beginnen met dit, met het rode. En die moet ik, ah ja, die moet ik dus hier in het rondje zetten. Nou, dat gaat mij wel lukken. Zo, oh, dit is wel simply. En dan moet ik dit elastiekje eromheen doen. Woppa! Volgens mij hoort hij zo. Of hoe hoort hij nou? Ja, ja, hij hoort zo. Oh ja, mam, heb jij voor mij een bakje? Ga je zo'n sausbroodjes maken? Swarm. Oh ja, sorry. Ha. Ja, dat bedoelde ik. Nee, waar je kunt zien hoeveel het erin kan. Maar dit voelt wel heel fijn. Het lijkt alsof je het water kunt doen, deze proefje. Is dat wel? Ja, alsof je het vaker kunt gebruiken. Volgens mij is het een testje die je vaker kunt doen. Maar dan moet ik even kijken. Waar heeft hij dat ding vandaan? Ja, alles is eruit. En dit is alles in het Engels. Met een rot in het Engels. Wat een ding voor Engels. Ja, voor cijfers. One is to blister in, mix it and ready for intoten for caramel mold. After pouring, gently tap the sides of the mold to remove and any air bubbles. Let sit for 30 to 45 minutes. Hey, je kunt op Nederlands kijken.
Nederlands, echt niet. Je hebt het vaak meerdere talen. Ik zie alleen maar Frans, Engels en Duits. Dit ding heb je al zo gebouwd. Deze stapjes heb je gedaan. Ja. Nou, nu ga je dat zakje, waar is het zakje? Ja, en welke? Heb je een bakje. Ik heb er drie. Dit bakje. Oh ja, dat is hier. Nee, maar, dit bakje. Ja, weet ik, maar die is nergens. Dus we moesten volgens mij gewoon zo'n bakje hebben. Waar is dit dan? Ja, weet ik veel. Even een YouTube-filmpje. Ja, ik heb een telefoon. Ja, dat is een boekje van hoe een vulkaan werkt, dat weet ik wel. Dan moet je een bakje hebben. Een klein bakje. Allemaal, eigenlijk heb je even zo'n, hoe heet dat? Even zo'n vergietingetje met alle milliliters erop. Weet je wel wat ik bedoel? Ja, dat. En dan moet er 250 milliliter water in. 150 milliliter of water into a large dispon container. Ja? Oh. Ha. Eigenlijk moest eerst je poeder erin en daarna het water. Shit. Ah! Oké, nou ja, dit doe ik er nu dus in. Ah, ik zit helemaal onder. Oké, we gaan weer verder. Dan doen we het water wat hierin zit. Hierin. Zo. Ik had elke keer een klein beetje erin moeten doen en dan roeren. Maar zo gaat het ook wel. Jongens, het is nu wat harder geworden. En ook wat steviger. En nu ga ik het erin zetten. Yo. Het is echt helemaal hard. En dan moet ik nog langer wachten. Want dit moet helemaal hard worden. Dan ga ik het even goed glad strijken. En nu is het weer wachten, hè? Hij is helemaal opgehard en ik heb net lekker gegeten. En nu haal ik dit elastiek eraf. Oh, kijk. Zelfs dit is helemaal op de tafel helemaal verhard. Maar dan haal ik eerst dit eraf. Hoppa. Dan zet ik hem even zo op de kop. En dan haal ik hem zo uit elkaar. En voor jullie. Hoppa. Dan ga ik even. En wacht even. Was er nog één? Nee, wacht. Ik moet even pakken. Oké, dan gaan we hem schilderen. En daarvoor heb ik zwart, rood en geel. We beginnen met zwart, daarna rood en daarna geel. Zwart, daar maak ik gewoon de algemene vulkaan mee. Dan heb ik ook een kwastje. Dan doe ik dat een beetje erop. Nu ga ik het rood doen voor de lava, wat dan helemaal zo naar beneden stroomt. En dan een beetje geel. Zodat het er iets meer uitziet als vuur. Erbij langs. En nou ga ik de laatste kleur geel doen. En dan ga ik het proef doen van het lava. Dan haal ik hem weer eraf. En van het geel ga ik zo min mogelijk doen. Want dat is het een beetje zodat het rood iets meer vuurachtig wordt. Want vuur is vaak een beetje rood, oranje, geelachtig. En voilà. Hij is helemaal klaar. Kijk, ik heb het even op mijn bordje gedaan, want we gaan zo dat experiment doen. En daar moet ik ook even voor kijken hoe dat ook weer ging. Dan die bij elkaar voegen. Oké. Nou, zo moeilijk is het dus niet. Hoppa. Niet dat ik weer helemaal ga knoeien. Dit doe ik hierin. Het lijkt alsof het suiker is. Nou, dat is. Ja, een beetje het rode, oranje-achtige spul. Ik zie ook wel een beetje dat spul, omdat ik al een beetje nat was. Dat ga ik nu een beetje mengen. 1, 2, 3. Oké, dat is gedaan. Nu gaan we het water.
water erbij doen en dan is het gewoon kijken, want dan komt er lava. Nou, daar komt hij. Moet je zien. Kijk joh, het overstroomt echt aan allebei de kanten. Cool hè? Kijk dan. Het is gewoon een beetje van dat schuim. Ja, kijk. Het is echt een beetje roodachtig. Nou. Dit is dus de vulkaan. Maar ik moet zeggen, het ziet er wel echt super cool uit. En ook hoe het voelt. Nou. Dat was hem. Tadaa! Maar voor nu zeg ik, ik zie jullie morgen weer in deze, nieuwe dag. Zeg maar hallo. Ah. Ja, hij is aan, hij is aan. Kijk. Kijk, hij is aan. Ja. Hij is aan. Ja. Doeg. Doeg. Oh, zag je dat? Hij deed het doeg na met de handen voor de camera. Oh, wacht, hij is nu een beetje vettig. Is hij nou weer schoon? Liesjes, doe maar eens. Doeg! Doeg! Dit is zo schattig. Maar het is vandaag Moon Day. Papa. Ja, papa die is even buiten. Papa. In de tuin. Papa. Even al het karton weghalen. Papa. Papa. Ja, papa die is bezig in de tuin. Nou, niet echt in de tuin, maar hij is gewoon buiten in ons tuin. Om al het karton weg te leggen van alle meubels in onze nieuwe woonkamer. Wil je hem meehelpen? Ja. Maar hij doet niet veel. Hij doet alleen maar het karton in de aanhanger stoppen. Papa. Heel de woonkamer is weer helemaal nieuw. Ja, echt alles is nieuw. Kijk, hier schilderij, nieuwe bank, nieuwe kleed, nieuwe salontafel, nieuwe chillstoel met ook een salontafeltje erbij. Een boekenkast, kijk, met ons beeldje. Kijk, dit is dus de nieuwe bank en alles. Hier ook een nieuwe salontafel, hier een nieuw knutselbankje. TV die staat daar, boekenkast. Hier kun je dan lekker chillen op het zachte kleed. Zullen we naar binnen? Kom maar. En ja, dan was dat het eigenlijk al wel. Hey jongens. Het is weer avond. En het is vandaag dinsdag. Ik heb ook een nieuw huiswerk. Deze week heb ik weer CITO begrijpend. Oh, daar gaat mijn agenda. Ja, ik ga ze ook even douchen. Nou, tegenwoordig doe ik altijd die en die. Vind ik altijd wel lekker. Dus een face scrub. En dit is gewoon een shower gel. Niet gesponsord trouwens. En ja, eigenlijk al wel weer het einde van deze dag. Niet van deze week vlog. Morgen is het nog de laatste dag. Maar, vandaag waren... ik weet niet of ik het mag zeggen... Ik denk het wel, want vandaag gingen Lucilla en mama... mama ging mee, want het was in Amsterdam. Maar Lucilla die had vandaag haar videoclip met Tess Piet voor de Club van Sinterklaas. En het was, ja, ik was er zelf niet bij. Maar ja, ik had allemaal foto's gezien... En je kunt zelf ook op Lucilla haar kanaal kijken. Ik weet niet of hij al online staat. Maar die kun je dus kijken op Lucilla haar kanaal. Hoe het was met haar videoclip. En ja, voor de rest ga ik niet heel veel zeggen. Want ja, dat hou ik nu even privé. En als je nieuwsgierig bent, kijk nou ook zeker even op Lucilla kanaal. Maar ik was dus heel de tijd met Luxie, Lucius en papa thuis. Ze hadden ook bezoek. Dat was het eigenlijk al wel. Ik ga nu lekker douchen. En ik zeg, ik zie jullie morgen. En het is weer woensdag. Ik heb vandaag ook lekker gespeeld met mijn vriend. En Lucilla, die is nu naar ballet. Maar ze heeft een nieuw bureau. Kijk. Ah, zo. Kijk, ik had natuurlijk al een bureau. Maar Lucilla had nog geen bureau.
Kijk, dit is een nieuw bureau. Luxie, kijk hier even een filmpje. En kijk, dit is ook allemaal nieuw. En dit zijn ook nog wat fotootjes van mij en Lucilla met mijn lelijke coronakapsel. Ja, dat. En het is nu alweer laat. Dus ik moet hem ook voor nu weer afsluiten. Want vorige week woensdag had ik hem ook geopend. Dus ik zeg, vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even een duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik gelijk op het belletje. Doei doei! Want ik voel geen zwaartekracht. Ik zweef in de atmosfeer.